De AIVD. Bijna 1800 mensen werken hier aan de veiligheid van Nederland. Maar wat doen deze mensen? Als je kijkt naar het afgelopen jaar waren de belangrijkste punten op de agenda van de AIVD. Terrorisme, radicalisering en digitale spionageaanvallen tegen Nederland. Vaak begint een onderzoek bij een tip, bijvoorbeeld van burgers of een inlichtingendienst uit het buitenland. De AIVD gaat vervolgens gegevens verzamelen. Dat gebeurt meestal gewoon op het kantoor. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar wat iemand post op Facebook of Instagram. Als daaruit blijkt dat iemand een gevaar vormt voor de nationale veiligheid, dan mag de AIVD zwaardere middelen inzetten. Ze mogen dan onder andere mensen volgen en observeren, brieven openen of je e-mails lezen en je telefoongesprekken afluisteren. Volgens de wet moet het inlichtingsmiddel wel in verhouding staan tot het doel. Ze mogen je dus niet zomaar achtervolgen als je dezelfde informatie kunt vinden op een Facebookpagina. In sommige gevallen moet de AIVD ook toestemming vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken, waar de instantie onder valt. Bijvoorbeeld bij het gebruik van zware inlichtingsmiddelen, zoals het plaatsen van afluisterapparatuur in een woning. Als er een duidelijk beeld is van dreiging, dan wordt er een ambtsbericht geschreven. Daarin staat bijvoorbeeld dat iemand bezig is met gevaarlijke zaken. Dat bericht wordt weer gedeeld met instanties zoals het OM, de IND of de politie. Die organisaties kunnen dan vervolgstappen nemen, zoals iemand aanhouden. Dat doet de AIVD zelf niet.